Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En we staan weer in Duitsland. Alweer? Ja, want er gaat iets heel bijzonders gebeuren vandaag. Iemand gaat als een malle 2 minuten lang rennen. Klopt, 2 minuten lang gratis winkelen, dat is vandaag. En je kan veel pakken, hè? Het kan 1000 euro zijn, het kan 2000 euro zijn, het kan 3000 euro zijn. Ik heb geen idee. Ik heb ook geen idee. Dus het gaat gewoon om hoe snel je kan pakken. Ik denk heel snel. Ja. Want we hebben degene die was eerst hadden uitgekozen, dat is hem niet meer geworden omdat hij niet heeft gereageerd. Nee, dus diegene reageerde niet, dus we hebben iemand anders uitgekozen en die was heel blij aan de telefoon. En als het goed is, komt zijn broer ook langs, want die gaat hem helpen. Ja, hij is er nog niet volgens mij. Volgens mij ook niet. Nou, dan wachten we nog even. Yep. Omdat het hier nog niet is, wij waren er natuurlijk al een stukje eerder. En wie weet kunnen wij alvast een previewtje gaan krijgen. Oh ja, want het parcours die staat al klaar. Dus ik ben heel benieuwd. Het wordt heel vet. Oké, jongens, er staat iemand naast me en dat is Niels. Ja. Gefeliciteerd, jongen. De winnaar. Dat is de winnaar. Wij gaan nu naar de bunkers toe lopen. Ja. En ik denk dat je nog nooit zoveel vuurwerk hebt gezien. Ben je ooit gewoon in Nederland in een vuurwerkbunker geweest bij een winkel om te kijken of iets? Nee. Oh, dat wordt bizar. Dit wordt niet normaal. We lopen hier op het bunkerpark. Hier wordt een of ander gek iets gemaakt. Maar heb je getraind om dozen tillen of conditie iets? Nee. Geen eens. Nee. Dan word je gaat zwaar. Kapot hoor. Het wordt heel zwaar. 2 minuten lang is lang hoor. Dat is echt maar heel erg broer, lang. Hij is broer, ze kunnen switchen. Ja, dat is waar. Want dat leggen we straks wel even uit hoe het allemaal werkt. Maar je hebt je broer meegenomen. Ja. Die zag er goed sterk uit, dus dat gaat goed dat komen. Dat gaat goed komen, ja. Wij zijn nu onderweg naar de bunkers. We lopen nu over het bunkerpark. Ze hebben nu pauze. Dus wij gaan nu eventjes laten zien hoe het bunkerpark eruit ziet. Nou, jullie thuis weten het wel dat, hoe het er ongeveer uitziet. Maar in het echt is het toch allemaal anders. Ja, kijk, toen wij hier voor het eerst waren, dachten we echt van dit kan niet. Zoveel, dat bestaat niet. Maar nee. Het is er echt. Het is er echt. Het is er echt. Dit wordt allemaal geleverd door heel Europa. Het is niet alleen Duits, of Nederland. Grootste deel is Nederland. Ja, en daarachter loopt iedereen. Hoi! En die gaan allemaal toekijken. Ja, en juichen en alles. En die gaan met oud en nieuw een heel leuk oud en nieuw krijgen. Wordt leuk. Nou, laten we kijken bij de bunker. Andere challenge. Probeer die eens. Die moet wel haalbaar zijn. Kijk, dat is makkelijk. Kijk, en deze? Even kijken. Nou, die is ook licht. Probeer deze eens. 17 kilo. Dat is een beetje. Dit is wel een gewichtje. En dan heen en weer rennen, hè? Ja. Nou, moet wel lukken, moet wel lukken. Oké, jongens, we hebben net een rondje gelopen, even uitgelegd in hoe en wat. Helaas was geen bunker open, maar misschien gaan we straks met de auto. Precies, maar hier zijn ze alles aan het klaarleggen. Ik weet niet zo goed wie er allemaal in beeld wil, dus ik film jou eventjes, Koen. Het staat al lekker klaar. Zullen we even kijken? Ja, Niels, wat vind je ervan? Ik vind het echt helemaal top. Ja, maar weet je wat je mag pakken of niet? Nee. Kijk, je ziet die pallet achter je. Jij bent trouwens ook dikke man hier, ook. High five. Ja, lekker man. Jullie gaan met z'n tweeën gaan jullie pakken. Jullie mogen pakken vanaf hier tot en met hier. Dus deze 12 pallets. Maar hoe zwaar? Het is al een gewichtje hoor. Maar wat dacht je van deze? Ja, maar deze moet ik eens hebben hoor, deze. Maar dat gaat de grote broer pakken. Ja, 21 kilo weegt die. Dat doen zij toch? Precies. Ik zeg GoPro klaarmaken en we kunnen meteen van start. Ja, want iedereen staat er al klaar voor. Iedereen is er echt klaar voor. Zullen even de camera's pakken. Kijk, er komt Koen al aan. Als een malle. Yo. Nou, ze zijn er klaar voor. Nou Sven. Daar gaan we. Ik ga namelijk, ik dacht er een raam zo, maar er zit geen raam. Maar ik ga de heftruckdown neerzetten. Let's go. En dan kunnen ze die pallet meenemen. Of tenminste, die mogen ze nog niet meenemen, maar voor de film is het leuk. Top man, nu. Dat doe je toch niet zo? Ik had hem net toch? Burnout. Heb je er zin in? Ja. Ben je er klaar voor? Ja. Je hebt een GoPro'tje al om? Ja. Heb je een techniek? Nee. Top. Heb je een favoriet hier al tussen staan? Ja, een 6-6 met tieren. Oeh. Hoe gaat je hartslag? Ja, prima. Ja? Ga niet kapot snel. Al die mensen om je heen maken je ook niet zenuwachtig. Ook dat zo stil is in één keer. Oké, jongens, ze gaan nu rennen als een gek. En ze moeten elkaar aantikken. Ze tikken elkaar aan. Dus Niels gaat, hij tikt zijn broer aan, gaat zijn broer. Daarna gaat zijn broer weer terug met een cake. Zet hem op de pallet, tikt Niels weer aan. En zo gaat het alsmaar door. Dus ik wens ze heel veel succes. Ben jij er klaar voor, Koen? Ik ben er klaar voor. Zijn jullie er klaar voor? Is de timer meneer klaar voor? Nee, nog niet. Jij mag aftellen. Tel maar af. 3, 2, 1. Go, go, go.
zijn zo kapot hoor. Kom op, minder dan een minuut, je kan het. Ja, go, 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 go. Kijk, hoe lang nog? Oh, nog 20 seconden, kom op. Nog 20 seconden. Go, 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 go. Kijk. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, heel netjes. Kijk eens. Hele volle pallet. Lekker jongen. En het high five waard hoor. Lekker gozer. Super. Zijn jullie moe? Ja. Ja, ik ben misselijk. Van de spanning. Vet hoor. Ja. Ja, jij ging lekker hè? Ja? Jij ging echt lekker. Maar kijk eens wat jullie hebben. Holy shit jongens. Dat is niet normaal. 6-6 rocket. Oeh, daar zie ik er zelfs twee van. Dat was niet helemaal de afspraak, maar we gaan vragen of het tot de keuring heen gaat. Dan is de vraag. Wat hebben ze nou echt gepakt? Ja, ik zie hier sowieso Dumbum. Single shot, 20 mm. Een heel karton Dumbum. Dat is echt niet normaal. Dit is echt bizar. Een heel karton Dumbum. Nou, heel veel. 6-6 rocket, een heel karton. 100 pijlen uit mijn hoofd. Ja. Een zieke cake die niet helemaal de bedoeling was. Maar die krijgt ze toch mee. Wat hebben we hier ook? Nog een single shot. Ja. Karton. Nou, jullie gaan single shots knallen hoor. Mooie flower. Hier ook, deze is mooi, Willow. Die is echt. Prachtig. Allemaal compounds. Ja. Ja, die onderste is ook heel mooi, hè? Die, Oh ja. Dit. 25 kilo was deze. Dat is een waaier. En deze? Ja. En dan, dit hoort er ook nog bij, hè? Ja, dat er ook nog bij. 6-6 mortier, nog meer mortier. Drie kartonnen 6-6. Zo. Hun hebben misschien wel meer dan... Ik weet niet hoeveel het is. We gaan straks uitrekenen hoeveel het kost, maar ja. Ik ben ook wel benieuwd. Wat zit er in zo'n karton? Ik reken het even snel uit. Oké jongens, ik heb hier het bedrag. Ja. En de aantal Thunder Kings. Niels. Kom er eens bij. Pak je telefoon. Nou, we hebben twee dozen Color Red, dus dat is bij elkaar 198 euro. Dus 198, dus 198. Ja. Plus 378. 378 plus 170. 170 plus 338 plus 200 plus 119 plus 120 plus 225 plus 249 plus 863. Zo, 2000 al hè? Plus 288 is een totaalbedrag van. Hoeveel is het? 3000 euro en 148. 3000 euro! En? Jezus! Weet je wat Thunder Kings je hebt? Je hebt 1056 Thunder Kings. Oh. Jemig. Dus meer dan 3000 euro aan vuurwerk. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd man. Bedankt. Ook. Veel plezier ermee. Maar wel pas ophalen de laatste 3 dagen van het jaar. Ja, dat wel. Bij jouw dichtstbijzijnde vuurwerk totaalwinkel. Leven bijna in deze auto, zoals jullie misschien wel kunnen zien. Nou, kijk die zakken, mech. Echt niet normaal. Voor de mensen die ons volgen op Instagram, die zullen dat wel zien. Ze zijn echt ontzettend blij. Echt, ik ben zo blij dat ik iemand blij heb kunnen maken. Jochie kwam ook bijna niet meer uit zijn woorden. Nee, hij was gewoon helemaal stil en echt nogmaals van harte gefeliciteerd. Ja. En volgend jaar hoop ik dit weer te kunnen doen. Ligt eraan hoe het gaat op YouTube. Ja. Dus als het nog goed gaat op YouTube, kunnen we dit gewoon weer gaan doen natuurlijk. En? Wij gaan nu even een rondleiding geven. Ja, want ze wilden heel graag naar de bunkers. Dus dat gaan we even laten zien, maar bij deze sluiten wij eventjes de video af. Mensen, bedankt voor het kijken.
Later.